Welkom bij Omroep Hulst Informeert. En ik sta hier niet in Peru of zo, maar gewoon in Kuwait bij Alpaca World. We zagen de alpaca's al eens voorbij komen. Toen ze op bezoek gingen bij de bejaarden bijvoorbeeld in de coronatijd. En ik wilde ze nu eens zelf zien. Maar we beginnen in Hulst, want daar hangt iets leuks in de lucht. Op een regenachtige dag in Hulst werden er namelijk kleurrijke lampionnen opgehangen. Een oud-burgemeester van Hulst die zei namelijk altijd, als ik niet in Hulst zou wonen, zou ik er zeker op vakantie gaan. Nou, gelijk had hij. En door die lampionnen zo in de binnenstad ziet het er zeker een stuk vrolijker uit. Helaas hing er regen in de lucht bij de opening van het terras van de Dullard. Binnen is er al heel veel opgeknapt en Danny McTaggart wilde dan ook heel graag zijn mooie, gezellige en ruime terras ook gaan openen. Andere horecaondernemers konden dat al op 1 juni, maar op 1 juli is er dus een mooi terras bij in Hulst. Dat past wel bij het Bourgondische Hulst natuurlijk en we hopen dan ook op heel mooi en heel veel terrasweer. Wat ook in de lucht hangt zijn geruchten over de bierkaai. Wat gaat er nu gebeuren met die meerpaal? Nou, de eerste tekeningen zijn uitgelekt. De bedoeling is dat daar een bioscoop komt met 3 zalen. Een restaurant en we wachten het af, want ze hebben al met heel veel tegenslagen te maken gehad. In de Gentsestraat in Hulst ziet u nu een nieuw verkeersbord. Een verkeersbord met een pagadder erop. Die gaat u vertellen dat u daar maar 15 km per uur mag als u daar met uw auto doorheen gaat. Op zondag is de Gentsestraat zelfs helemaal afgesloten voor verkeer. Dat is om toch de voetganger wat meer ruimte te geven. En als u dan naar Hulst gaat, kunt u gaan genieten van een pagadder biertje, een initiatief van de gemeente Hulst. De burgemeester had nog een feestelijke gebeurtenis deze week. Het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen. Natuurlijk had hij iedereen al gebeld. Maar op 3 juli, u heeft dat misschien live kunnen volgen, bij Omroep Hulst zijn die onderscheidingen ook echt uitgereikt. Het mooie van die live uitzending is dat ook mensen die nu er niet bij konden zijn door de coronamaatregelen, dit toch konden volgen. Omroep Hulst brengt u ook nog een aantal herhalingen van dit feestelijke moment. En wel op zaterdag 4 juli om 6 uur 's avonds en zondag 5 juli om 7 uur 's avonds kunt u toch nog kijken. We willen u bij Omroep Hulst wat vaker live uitzendingen aanbieden. Denk dan bijvoorbeeld aan de raadsvergaderingen. Van Hulst gaan we naar de burgemeester van Terneuzen, de heer Lonink. We hebben hem al vaker gezien, ook als voorzitter van de veiligheidsregio. Volgend jaar wordt hij 70 en voor zijn 70ste verjaardag stopt hij als burgemeester van Terneuzen. Hij heeft het dan bijna 18 jaar gedaan. Dus hij stopt op 1 mei. En hij is ook al eerder burgemeester geweest van bijvoorbeeld de Drentse Norg, van Sas van Gent en van Axel. Burgemeester Lonink deed ook mee aan Keti Koti. Verbreek de ketens. Een dialoog die jaarlijks wordt herdacht voor het afschaffing van de slavernij. Dit jaar was het thema gastvrijheid en burgermoed. En mensen worden dan uitgenodigd om te praten over de actualiteit. Want helaas, slavernij is er nu ook nog steeds. Maar ook over het koloniale verleden. De buurtbus, ze rijden al maanden niet. Door de coronamaatregelen
gingen ze niet meer rijden en helaas, tot 1 september verwacht Connection ook niet dat ze weer gaan beginnen met rijden. In de buurtbussen, die met vrijwilligers werken, kan je namelijk ook niet achterin instappen. Wat er wel mogelijk is, is dat u gebruik gaat maken van de haltetaxi. Die moet u dan natuurlijk wel bestellen en dat kan op het telefoonnummer 088-235-8000. Of kijk voor meer informatie op www.connection.nl. Hulst voor elkaar dan. Zij komen met goed nieuws, want klein geluk. Die optredens bij u in de straat die gaan door. Tot in november kunt u dus misschien bij u in de straat wel een optreden verwachten. En anders kunt u die optredens hier terugzien bij Omroep Hulst. En Hulst voor elkaar heeft ook een nieuwe directeur. 16 juli begint namelijk Henk Jansen als directeur bij Hulst voor elkaar. Hij heeft veel ervaring op het gebied van maatschappelijk werk en ook de dienstverlening daarbij. Hij is ondernemer geweest, dus die ervaring neemt hij ook mee in alle ambities die hij zelf, maar ook Hulst voor elkaar heeft. Hulst voor elkaar heeft zich natuurlijk ook laten zien bij het ik-toon-moment, wat niet door kon gaan, maar nu toch digitaal te zien was. En ze hebben een winnaar. Torre en Raven uit Klingen zijn de winnaars met hun Trash Art zomerslippers. Nou, ze zijn amateurkunstenaar van Zeeland geworden. Heel erg gefeliciteerd. En de juryleden zeiden van, nou, die zien er zo mooi uit, die kunnen zo de winkel in. Nou, beelden van ik-toon, van alle optredens en kunstzinnige uitingen, die kunt u zien deze zomer bij Omroep Hulst. En kijkt u ook eens op de website van Hulst voor elkaar als u mantelzorger bent. U heeft als mantelzorger namelijk recht op €75, het mantelzorgcompliment. Veel mantelzorgers denken niet aan zichzelf, maar doe dat gewoon. Kijk eens op de website van Hulst voor elkaar, www.hulstvoorelkaar.nl, en vraag dat compliment aan. In deze digitale tijd brengt de parochie Maria Sterre de Zee een papieren almanak uit. En die almanak die wordt dus huis aan huis bezorgd bij de parochianen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Kunt u allerlei informatie vinden. 44 pagina's dik is die. En zo kunt u bijvoorbeeld zien wie is nou dat pastorale team? Wie zit er daar allemaal in? Wat doet de diaconie? Is er wat te doen voor jongeren? Maar ook informatie over bijvoorbeeld rouwzorg kunt u daarin lezen. In de bossen van Klingen, Heikant en Sint-Jansteen staan wel eens bordjes van Evides. Dat komt namelijk omdat dat waterwinbossen zijn. Er is gewerkt, er zijn bijvoorbeeld paaltjes geplaatst tegen het wildparkeren. En kleine wandelpaden zijn nu afgesloten. Daardoor krijgt de natuur meer rust en kan de biodiversiteit zich beter ontwikkelen. Wel is er een mooi wandelpad gekomen bij Klingspoor. Zo hoeft u dus niet meer op het fietspad te wandelen. Ook zijn er borden aangebracht om u duidelijk te maken wat u nu wel en wat u niet mag. En dan concertnieuws uit Ter Holen. Veel muziekverenigingen zijn weer begonnen met allerlei beperkende maatregelen. Maar een concert echt in een zaal, dat zit er niet in. Nou, daarom brengt Fanfare Excelsior u gewoon een coronaproef zomerconcert. Op zaterdag 18 juli om 8 uur 's avonds gewoon even naar hun website www.fanfare-excelsior.nl. En dan geniet u vanuit uw woonkamer of vanuit de tuin gewoon van een heel afwisselend concert. En we blijven nog even bij muziek, want het is alweer het einde van deze aflevering van Omroep Hulst informeert. En we sluiten deze week af met Anne van Damme. Ze komt uit Hulst en ze is in 2016 afgestudeerd aan de Rock Academie. Nou, ze is singer-songwriter en ze heeft een EP uitgebracht met de naam Waves. En we luisteren nu naar een clip die ze opnam in Marokko en die heet On and On. Graag tot de volgende keer. Dag! On and on. Are behind us, countless places we've come to know, on and on.
sunrise on our skin. Doesn't matter where you're heading, I will stick around to see when you lay your head down. Behind us, my heart could be the only place that you call home. So on and on we'll go.